Welkom bij Spellenzolder, leuk dat jullie weer kijken. Dit keer ga ik de winnaars van de Miniature Schilder Challenge bekendmaken. En ik kan jullie nu al verklappen, het was afschuwelijk moeilijk om daar drie winnaars uit te kiezen. Ik wil dan ook alle deelnemers van harte bedanken. De creaties die jullie gemaakt hebben, de miniaturen die ik terug heb ontvangen, zien er werkelijk schitterend uit. De creativiteit die jullie tentoongesteld hebben, de verschillende manieren waarop de miniaturen aangevlogen zijn en de gedachtegangen van alle verschillende deelnemers is schitterend om te zien. Sommigen zijn helemaal losgegaan in de zin van bepaalde details of aankleden van de base. Anderen hebben een heel verhaal rondom het karakter verzonnen en daar het karakter ook weer vorm aan gegeven. De technieken die hier gebruikt zijn ontzettend gevarieerd en ze hebben allemaal hun eigen charme. Dus het was fantastisch gaaf om al die verschillende miniaturen terug te krijgen. En daarbij wil ik jullie ook bedanken voor alle schitterende begeleidende brieven die ik heb mogen ontvangen, die een stukje uitleg geven over het karakter en waarbij de een nog creatiever is geweest in de vormgeving dan de andere. Ik heb letterlijk character sheets met alle verschillende stats van de uitrusting mogen ontvangen, maar ook gewoon het plezier wat jullie gehad hebben aan het schilderen. Maar er kunnen uiteindelijk maar drie miniaturen de winnaars zijn. Voordat ik die bekend maak, ga ik jullie natuurlijk zoals beloofd meenemen door alle inzendingen en de creaties die ik heb mogen terug ontvangen. En daarna ga ik bekendmaken wie de winnaars zijn. Dus laten we maar eens een blik werpen op alle prachtige miniaturen. Thank you.
Thank you.
En dan zijn we aangekomen bij het moment suprême, het bekendmaken van de winnaars. En om jullie geheugen nog even op te frissen, de nummer 1 gaat er vandoor met een tegoedbon van €150, de nummer 2 75 en de nummer 3 €35 aan speltegoed wat je kan besteden bij Vendetta in Hilversum. Daar kun je allerlei leuke nieuwe verfspulletjes voor kopen, maar als je zegt ik heb meer zin in spellen, dan is dat geen enkel probleem. Je krijgt gewoon een tegoedbon die je daar vrijelijk kan uitgeven. En ik zal natuurlijk met de winnaars contact opnemen om dat een en ander te regelen. En zoals ik al eerder zei, dit was voor mij ontzettend lastig. Jullie hebben met mij mee kunnen kijken in het filmpje naar alle miniaturen, waarbij ik er een lens half tegenaan plak en je elk detail ziet. En dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk, want mijn ogen kunnen niet eens het detail registreren als wat jullie in de video kunnen zien. Dus dat sommige details er extreem uitkomen, dat komt door de lens. Het was ontzettend moeilijk. En uiteindelijk, omdat ik hou van een beetje spannend, staan hier voor mij 8 miniaturen die allemaal van een ontzettend hoog niveau zijn. Zo hoog dat je zelfs als je de close-up maakt nog bijna geen fouten kan ontdekken als in onregelmatigheden. En daaruit zullen de winnaars gekozen worden. Ik heb hier voor mij de construct die ik fantastisch vind door het gebruik van de koperverf en de oxidatie die dan op bepaalde plekken tevoorschijn is gekomen. Dat detail en die methodiek vind ik schitterend weergegeven. Ik heb hier de Royal Guard met het donkerblauwe stalen armor. Deze heeft een geweldig detail in alle kleine dingetjes te verwerken, waaronder kleine gradients, oftewel kleurovergangen in zelfs de gems die op het armor zitten, maar vanuit elke hoek ontzettend gedetailleerd, hoewel deze gewoon allemaal vreselijk gedetailleerd zijn. De Red Folk, het gouden armor met koper finish, paars cloth en ook hierbij, dit is al in verhouding een wat kleiner miniatuurtje, voor de camera zelfs al bijna lastig te zien. En zelfs op dit kleine miniatuurtje zie je dat bij de voeten de nagels een ander kleurtje hebben. Daaromheen zit nog een beetje vlees en dan pas de huid, ook krankzinnig. De peasant uit mijn hoofd, de man met de gans, ook deze is, ook als je inzoomt, nog steeds krankzinnig scherp en gedetailleerd op alle niveaus. En zeker bij een miniatuur als deze, want niet iedereen heeft zijn voorkeursminiatuur kunnen krijgen. Dus soms kreeg je misschien iets wat minder detail had. Dus kun je misschien wat moeilijker je kwaliteiten laten zien. Maar wat hier geweldig aan is, is dat alles heeft extra liefde gehad. Dus de kleren zijn op bepaalde kleurstellingen en schaduw is meegespeeld. De gans onder de arm is meegespeeld en zelfs, als je in het videootje kon zien, heeft de gans een stukje ontlast over het been van degene of van de boer die hem draagt. Maar alle details hieraan kloppen gewoon tot in de puntjes. Ontzettend gaaf. De Snow Goblin Backs, ook fantastisch detail. Heel gaaf aangekleed met het sneeuw op de beest, maar ook op zijn schouders. En dat is natuurlijk een geweldig extra, maar vooral ook weer hier bij het detail. Bex draagt een rode schort met erover een groen shirt en heeft als armor gewoon planken om zich heen vastgebonden. En het detailniveau van die planken en de manier waarop de touwen verbonden zijn,
ziet hier ook waanzinnig gaaf uit. We hebben de Female Barbarian, die ook vanuit alle hoeken ontzettend strak geschilderd is. En hierbij heeft iemand letterlijk met een eenharig penseel op de huid van de Barbarian, tussen de schouderbladeren op de bovenarm en bovenbenen, nog weer tatoeagepatronen getekend. Nou, super, super vet gedaan. De Taxman, en dan kijk ik even niet naar de beest die er fantastisch omheen geprint is. Het miniatuurtje zelf is ook van een ongekende strakheid in hoe het geschilderd is. Alle lijntjes, alle schaduwen, alle effecten, magnifiek gedaan. En ook bij deze Taxman, zoals je in de video konden zien, het slotje aan het kistje aan zijn heup heeft een gouden finish tot op het kleinste niveau. Maar zelfs de broche heeft een gouden ring met klof erin en details. Het is ongelooflijk hoeveel zorgvuldigheid hierin gegaan is. En de Crusader, die ik eventjes uit de waanzinnige glas- en loodbase heb gehaald. Er zit gewoon een magneetje in, zodat ik hem zonder de fantastische omgeving kan bekijken. En wat bij deze er voor mij uitspringt, is het niveau van het gezicht. Deze kerel heeft gewoon een lichte shade, alsof hij zich nog een dag niet geschoren heeft. Maar hij kijkt je aan, er zit kleurverschil vanaf het voorhoofd naar de neus en de wangen. Die zijn wat rooier. Het is alsof hij je aankijkt. En op het niveau hoe klein deze miniatuurtjes is. En dan nog het gezichtje. Ontzettend gaaf. Dat sprong er bij deze voor mij uit. Maar deze 8 waren degene die ik uiteindelijk na heel veel pijn en moeite nog eruit gesnoeid heb. Allemaal fantastische miniaturen. Maar in een wedstrijd zijn er altijd winnaars en mensen die het helaas net niet halen. En dat betekent dat er van deze 8 slechts 3 de echte winnaars kunnen zijn. En op nummer 3 mag ik feliciteren Jos met de Female Barbarian. Nogmaals, het detailniveau en zorg waarmee alle verschillende aspecten van dit figuurtje getekend zijn, waanzinnig. En daar nog een keer overheen de extra toevoeging van de tatoeages op zelfs de onderkant van de bovenarm hier tussen de staart. Dat soort kleine details sprongen er voor mij nog net weer iets extra's uit. Ja, en in zijn totaliteit ziet het er gewoon waanzinnig uit. Jij bent de nummer 3 geworden. Jij krijgt een tegoedbon van €35. Van harte gefeliciteerd. Dan gaan we naar de nummer 2. En de nummer 2 is geworden, na veel wikken en wegen, veel hangen en wurgen, de Royal Guard, gemaakt door Tim. Gefeliciteerd. Wat mij bij deze het meeste opviel, is dat zelfs met de lens er vol ingedrukt, het maakt niet uit vanuit welke hoek ik er naar kijk, alle details kloppen. En het detailniveau binnen de details is ook nog eens een keer zeer indrukwekkend. Wat ik al zei, de verschillende gems die op het armor zitten. De gems hebben dus een witte kern en dan kleuren ze rood naar buiten. Het armor is donkerblauw metallic, maar in de highlights zit dan weer een zilveren finish. En zo zitten er op allemaal aspecten, de spiergroepen, de bindingen aan de benen. Het is allemaal ontzettend knap en gedetailleerd gedaan. Dus jij bent mijn nummer 2 geworden en jij gaat er met €75 speltegoed vandoor. En dan resteert er natuurlijk nog maar 1 prijs om weg te geven. En dat is de nummer 1. En om de spanning nog even vast te houden. En de winnaar is geworden de Crusader van Emma. Emma, ik ben ontzettend onder de indruk van het gezicht van dit karakter. Ik heb veel miniaturen gezien en ik weet gewoon van ervaren painters, een gezicht is het allermoeilijkste om te schilderen. Omdat deze miniatuurtjes, heten niet voor niets miniatuurtjes, ze zijn al piepklein. En daarbinnen zit dan nog een gezichtje. En binnen dat gezichtje, wat, nou ja, 3 mm is, zitten dan nog weer oogjes. En hoe deze Crusader je aankijkt, en dat is op de camera best lastig neer te zetten, omdat hij al vrij snel te veel erin gaat. Maar met mijn menselijke ogen, wat ik zeg, hij heeft een kleine ongeschoren baard, hij heeft een blosje op de wangen, wat rooiere neus. Hij kijkt je ook echt aan. De ogen hebben echt een blik, als waren het echte ogen, maar dan heel klein.
En ja, dit gezichtje sprong er voor mij gewoon onmiddellijk uit. Zo knap. Nog afgezien van de rest van het armor, waarbij je verschillende kleuren hebt gebruikt. Mede omdat je dus ook nog een keer een driedimensionale basis hebt geprint. Met een glas in lood erin. Wat van donker paars blauw naar licht oranje geel gaat. Die kleuren komen weer terug hier op de steentjes. En die kleuren komen ook, hij past met een magneetje erin, terug in de cape, in het armor en alles. Nou zijn dat extra's die ik niet meegenomen heb in het beoordelen van de kwaliteit van het miniatuurtje. Een fantastische toevoeging en krankzinnig veel werk geweest. Want aan de buitenkant zitten plantjes en ik klim op erlangs. En nou ja, het detailniveau is krankzinnig, maar de miniatuur op zich, het gezicht... Van alle indrukwekkende miniaturen die ik hier heb, is dit het gezicht wat er voor mij het meeste uitsprong. En in het totale plaatje het mooiste miniatuurtje wat ik heb mogen ontvangen. En dat betekent dat jij, Emma, de gelukkige winnaar bent van €150 speltegoed. Wat je kan besteden bij Vendetta in Hilversum. Ik wil alle deelnemers nogmaals ontzettend bedanken. Jullie hebben het me krankzinnig lastig gemaakt. Ik heb bizar genoten van alle schitterende inzendingen en alle creativiteit die jullie hebben tentoongesteld. Het is waanzinnig hoe gaaf jullie schilderen. En van daaruit wil ik gelijk van de gelegenheid gebruik maken. Ik ben altijd op zoek naar painters, omdat ik simpelweg met het spelen, het reviewen en het maken van alle video's niet de tijd heb om ook nog eventjes een hobby miniaturen schilder erbij te houden. Dus als jij zin, tijd, gelegenheid hebt om voor mij te schilderen, ben ik daar altijd in geïnteresseerd. Uiteraard gaat dat niet voor niks, dat wordt gewoon bekostigd. Lijkt het je leuk om miniatures voor een aantal van mijn spellen te schilderen? Kom dan bij mij op de lijn. Rest mij niet meer dan alle deelnemers nogmaals ontzettend te bedanken voor hun tijd, energie, de schitterende verhalen die ze met mij gedeeld hebben. Van alle miniatuurtjes en de historie erachter. Het plezier wat ze eraan beleefd hebben. Ik heb ook ontzettend genoten van deze wedstrijd. Het is waanzinnig. Ik vergeet het bijna. Ik wilde jullie nog wijzen op het feit. Er is één miniatuurtje. Ik zie hem hier zo. Daar zit gewoon een krantje op geplakt. En dat krantje heb ik gewoon full size. Zodat ik hem ook nog kan lezen. Hij is hier echt heel klein. Nou, dat soort creativiteit. Het is schitterend om te zien. En wat ik al zei, het is een hele lastige om voor mij er drie uit te pikken. Maar uiteindelijk zijn Emma, Tim en Jos de winnaars. Nogmaals van harte gefeliciteerd. En voor iedereen heel veel speelplezier. Blijf lekker schilderen. En ik hoop dat jullie hier nog wat inspiratie uit op hebben kunnen doen. Vanuit mede-painters die hun eigen technieken tentoongesteld hebben middels deze challenge. Dus maak er wat moois van en geniet van deze schitterende hobby.